De coronacrisis die raakt iedereen, maar voor sommige sectoren zijn de gevolgen immens. De culturele sector krijgt weliswaar steun, maar dit is verre van voldoende. Hoe blijf je overeind als je maar een beperkt aantal mensen kan toelaten in je schouwburg? Schouwburgdirecteur Charles Drosten, Amphion in Doetinchem, jullie zijn weer open. Hartstikke fijn. Ja, we of kunnen niet? Weer. Ja. Nee, dat is onze grote dilemma. We zijn weer open, daar zijn we heel blij mee. Maar we mogen op de 1,5 meter in onze grote zaal, 900 stoelen, mogen we liefst 180 mensen ontvangen. Ja, dat is een vijfde van wat je normaal aan bezetting hebt, 20%. Ja. En ja, iedereen kan zich bedenken dat je daarmee de zaak niet rendabel krijgt. Nee. Dus dat is ons grote dilemma. Enerzijds zijn we blij, het publiek is ook blij, de artiesten zijn weer blij dat ze mogen spelen. Maar uiteindelijk, onderaan de strepen, kost iedere avond gewoon zwaar geld. Ja, er moet geld bij. Ja. Je noemde het ook een heilloze exercitie in deze show, begin van het jaar. Nou ja, heilloos, je doet het wel. Je doet het wel, omdat je... Kijk, wij maken kosten, wij worden gesteund door de overheid, door de gemeente Doetinchem. Dus je wilt ook iets terug doen voor de stad. Dus je wilt niet achteroverleunen of als een dreinend kind in de hoek gaan staan van wij mogen niet. Nee. Dus je probeert wel wat. Zo hebben we basisscholen gefaciliteerd om hun eindmusical in Amphion op te voeren. We hebben deze week heel veel diploma-uitreikingen. Dus op die manier probeer je wat. De voorstellingen zijn dan weer mondjesmaat op gang gekomen. Maar dan gaat het alleen over zichtbaar zijn of zo? Een soort van service verlenen, maar het kost je klauwen met geld? Het kost klauwen met geld, maar uiteindelijk hebben we bijvoorbeeld een aantal technici in vaste dienst. We hebben ook een hele flexibele schil, maar we hebben ook technici in vaste dienst. Dus die doen een stukje onderhoud, maar die kunnen ook heel goed nog zo'n school faciliteren. Dus dan probeer je op die manier nog wat terug te doen. Een soort duurbanen van maken. Maar je bent ook wel een beetje pissig, hè? Want de KLM die wordt dan flink gesteund, weliswaar met een lening. Sekswerkers mogen weer, maar bij jou in de Schouwburg moet je 1,5 meter. Ja, nou, dat is wel de frustratie van onze branche, van de theaterbranche, is dat enerzijds zie je dat de luchtvaart met meer dan 1 miljard wordt gesteund. De culturele sector, en dan de culturele sector breed, heeft evenveel mensen aan het werk, heeft evenveel rendement voor het bruto nationaal product. Maar uiteindelijk krijgen wij 10% van wat er naar de luchtvaart gaat. Nou, dat kan een keuze zijn. Dat is ook wel duidelijk dat in Den Haag cultuur minder sexy is dan de economische nut van de luchtvaart. Ja. Maar vervolgens zie je dat dan op het moment dat de mogelijkheden worden verruimd, dat opeens nu weer 300 mensen in een vliegtuig mogen, hutje, mutje, en wij dat niet mogen. En de minister Nieuwenhuizen heeft een week geleden tegen de Kamer moeten toegeven, hoe gênant is dat er helemaal geen onderzoek is naar aanleiding van wat er werd gezegd, dat die ventilatiesystemen zo geweldig waren. Dat is helemaal niet gebeurd. Er is ook helemaal niet de intentie om dat te gaan onderzoeken. Dus er wordt wat gedropt. Dat wordt klakkeloos overgenomen door de politiek. En daar wordt beleid op gemaakt. Zou je het willen nu? Zou je weer helemaal open willen met het risico dat daar inderdaad van alles gebeurt? Nee, maar ik zou me wel voor kunnen stellen dat je bijvoorbeeld zegt van breng het terug naar 1 meter. En wat mij betreft mogen er ook mondkapjes bij komen. Dus dat je op die manier in ieder geval bijvoorbeeld gaat naar een bezettingsgraad van 40% of 50%. Ja. Want daar zit voor ons een beetje het break-even punt. Het kantelpunt waarop je zegt van nou, dan kunnen we in ieder geval weer kostenneutraal functioneren. En nu, dat is nu absoluut niet mogelijk. Nee. Maar de KLM kan dus een stuk beter lobbyen dan de Schouwburg-directeur. Moeten we heel eerlijk toegeven. Maar dat heeft ook wel te maken dat je, als je het hebt over de luchtvaart, dan heb je het over Schiphol en je hebt het over de KLM. Mm. En als je het hebt over cultuur, dan heb je het over musea, podia, poppodia, erfgoedcentra. Dat is dus eigenlijk te versnipperd. Jullie hebben niet één persoon die het woord voert. Wij zijn ook wel in het vak aan het denken van goh, wie zouden wij nou kunnen bezinnen? Nou, Charles, ik zie een goede tijd voor jou. Nee. Het moet iemand zijn. Het moet een combinatie zijn van Gijs Scholten van Asschat, die de inhoud representeert, tot John van Eert, die het volk vertegenwoordigt. Cornald Maas, die een ingang heeft in Hilversum. Nou ja, daar ga je heel lang zoeken. Dat klopt, we hebben hem of haar ook nog niet gevonden. Maar dat zal wel handig zijn om de lobby te starten in Den Haag. Heb je Joop van den Ende al gevraagd daarvoor? Nee, die wil dat ook niet. Ook Joop heeft heel veel vrienden, maar net zoveel mensen die daar vraagtekens bij zetten. En het Schaflaartheater in Barneveld, dat is nagenoeg failliet. Ik bedoel, die hebben de helft van hun personeel al moeten ontslaan. Ja. Hartstikke verdrietig. Ja.
Hoe zit dat bij jullie? Hoe lang hou je dit vol met verlies doorgaan? Ja. En... Wij weten dat we op 1 november, dan gaat de liquiditeit onder de maat. Mm. En dat betekent dat ik na de vakantie, dus vanaf eind augustus, begin september, zeg maar de voorbereidingen moet gaan treffen om, om een reorganisatie door te kunnen gaan voeren. Want als goed bestuurder moet je natuurlijk vooruitdenken. Mm. En je mag niet zeggen op 1 november, oh, nu hebben we geen geld meer om te betalen. Wat zullen we eens gaan doen? Nee, dus je moet daarop voorbereiden. Maar weet dat, ik bedoel, dat zijn wij, maar ook al heel veel poppodia zijn aan het ontslaan. Het Concertgebouw in Amsterdam. En ook heel veel theaters in de provincie, of het nou Tiel is of Wageningen, Winterswijk of Arnhem. Uiteindelijk, als het maar lang genoeg duurt, is iedereen door zijn of haar reserves heen. En houdt het gewoon op. En hoe doe jij dit? Hoe slaap jij? Hoe val jij in slaap s'avonds? Val je in slaap? Ja, ik val nog wel in slaap, maar... Ik hoop altijd dat ik niet 's nachts wakker word, want dan beginnen we weer te malen. Ja. Maar weet je, ja, je doet wat je kunt en je probeert je team. Wij hebben 50 mensen in Amfion aan het werk. Je probeert ze erbij betrokken te houden. Je probeert de gemeente van voldoende informatie te voorzien, zodat de gemeente naar de provincie kan. Wat je al zei, de provincie heeft steun toegezegd. Ja. Alleen op dit moment wordt dat, zeg maar, die steunmaatregelen worden uitgewerkt. Dus er ligt op een gegeven moment 2 maanden geleden een brief. Er komt geld. Nou, daar is 7 miljoen voor de hele cultuur in de provincie Gelderland. Daar is 1 tot 2 miljoen voor de 500 plus theaters. Dat zijn er 10. Dan weet je dat je als theater straks voor een ton, 2 ton, mogelijkerwijs steun in aanmerking komt. En in ons geval, wij weten dat we op 31 december, eind van het jaar, uitgaande van die 1,5 meter. Hmm. We denken nog maar even niet aan het feit dat er nog iets opnieuw de kop op zou steken. Op basis van die 1,5 meter zetten wij op eind december op 500.000 verlies. Ja. Ja. Voelde je nog Schouwburg directeur of ben je alleen maar crisismanager nu? Ik voel me op dit moment meer crisismanagement. Ja. En gisteravond hadden we een voorstelling en ik kan je vertellen, daar kwam ik heel gelukkig vandaan. Mm. Dat was voor het eerst sinds 4 maanden weer dat er iets gebeurde waarvan je dacht, oh ja, daar doen we het voor. Ja.